gelukkig een paar keer al gedaan. Dus voor mij natuurlijk de try-outs waren dat. Dus je hebt eigenlijk normaal gesproken, als alternate is het dan een première, maar dan een soort try-out gevoel. Dus ik heb hem een stuk of 5-6 keer gedaan en dat was echt, volgens mij is het lekker. Dus het is wel een andere spanning, omdat je hem al wat gedraaid hebt. Maar hier zitten familie en vrienden in de zaal en mensen waar je om geeft. Dus dat is wel, dat is echt wel anders. Nou, dat is inderdaad wel heel bijzonder, want ik wist dat de audities natuurlijk hiervoor kwamen. En dan toch, omdat ik dan Fries ben, denk je, nou, als het dan over de Elfstedentocht gaat, dan moet ik toch. En in mijn stad, dus dat is wel het gevoel. Ik ben wel heel erg dankbaar dat ik nu, dat ik dit heb mogen spelen zo. Absoluut. Yeah! Het is eigenlijk ook mijn eerste grote musical waar ik in speel. En dan meteen een hoofdrol. Dat is best wel, ik vind het een hele eer, maar ook heel erg spannend. Omdat ik natuurlijk heel veel knette goede collega's ook heb. Dus het is echt een heel fantastisch gevoel, eerlijk is eerlijk. Het live gevoel is natuurlijk, allereerst is dat best wel een heel groot verschil. Want als het misgaat, dan is dat natuurlijk, ja, dan moet je het oplossen ter plekke. Ik kan niet zeggen, ja, over, nog een keer. Ik wacht nog altijd op een actie, maar die komt niet, want het is al meteen. Maar de interactie met het publiek en het live gevoel, dat is spannender, maar het is eigenlijk wel veel lekkerder. En je moet ook de achterste rij, je moet ook daar overkomen. En eigenlijk ben ik natuurlijk gewend om wat kleiner te spelen. Dus ik vind het heel leuk om dit nu mee te krijgen, dat ik denk, oh ja, tuurlijk, je moet het niet helemaal bij jezelf houden, want zij moeten het daar ook begrijpen. Dus ik hoop dat ik daar een beetje meer de weg in heb kunnen vinden. Het is natuurlijk, omdat het zo'n draaischijf is dat heel anders schaatsen. En omdat ik, ja, dat is ook wel, ik ben natuurlijk Fries, dus dan verwachten ze dat ik ook mijn thema heel goed kan schaatsen. Maar we hebben les gehad en dan moet je eigenlijk alles wat je zelf al kon, moet je weer afleren om het op een andere manier weer goed te doen. Dus dat was wel even een procesje. En die draaischijf, ja, dat blijft gewoon overleven. Want ik ging bijna, maar hey, ik ben blijven staan. We samen alleen.